zijn hier vandaag in Eemnes, bij het huis van Eemnes. We zijn hier bij elkaar met Grinde, Kaskelot en Spekhukker en Marsvin-eigenaren voor de Brune Inspiratiedag. We hebben verschillende workshops, epoxy, we werken daarmee. En we hebben een 3D-presentatie over het maken van een grinde in 3D-formaat. En een presentatie over de refit van de Kaskelot. Het zijn hele mooie onderwerpen waar we met z'n allen van over gedachten wisselen. We hebben bijna nog een lekkere lunch, dus het is een topdag. Welk weefsel of roving je ook hebt, die zijn sterk in de richting waar de vezel ligt. En omdat in een chop strand de vezels alle kanten op liggen, is dat alle kanten in ieder geval even sterk. Dus je weet heel duidelijk wat er gebeurt. Okay. Ja, maar dan heb je dus korte vezels. Relatief kort lengte, zijn zulke lengte, maar ja, die hebben allemaal overlap. En nou ja, daar zie je ook al, dat wordt snel ietsje minder gelijk. Alleen, ik kan hem rond laten gaan, daar zie je allemaal de vezels ook liggen. Als je een wandputting zou maken en je pakt dit ervoor, dan zit 2/3 van de vezels, die zitten onder een hoek van 45 graden, dus die leveren nog maar wortel 2 van de sterkte. Nou ja, verdikkingsmiddel of vloeimiddel eigenlijk meegenomen, om, waar je ook je epoxy dikker mee maakt en het meer volume mee geeft. Dat is ook het derde voordeel van glasbubbels. Omdat het allemaal luchtbelletjes zijn, heb je eigenlijk allemaal hele dunne epoxybruggetjes omhoog staan. Epoxyschuim. Je kan frikken mooi schuren gewoon. Hier kun je bijna elke vorm wel mee maken. Op een gegeven moment houdt het op en dan weet je dat je moet gaan inknippen. En dan word je ook veel eerder gewaarschuwd door de geur. Hè? Ja, dat is ook het verraderlijke met epoxy. Kan in principe, kun je voor een meter fillet uitrekenen hoeveel gram je nodig bent. Als je glas erin drukt, dan zit dat meteen vast. Het zit al vast aan die fillet. Nou, je doet er nog wat extra gewoon dunne epoxy bij, dat het goed verdrenkt is. En je drukt ook meteen je fillet, kun je heel mooi vlak drukken. Met er overheen halen, je krijgt altijd een klein ribbeltje. En als je het meteen oplamineert, dan heb je gewoon een strakke fillet erheen. Dus, en het scheelt gewoon een dag werk. Wij hebben meegenomen en bij Polyservice heet dat 3,55 en 4,55. En de ene is vanaf 5 graden en hard bij hogere temperaturen snel uit, dus als je iets wil lijmen wat je snel kunt belasten daarna of relatief snel gefixeerd hebt, dan pak je deze. Dit is de normale harder, die hard tussen de 15 en de 25 geloof ik een redelijk normale uit. Heb je hele grote oppervlakken, heb je ook nog een trage harder. Dus die willen we allemaal eventjes proberen hoe het gaat en zelf eventjes voelen eraan. Ja. Ja, dan weet ik hoe groot het bedje ik ongeveer aanmaak. Ik heb wat tafels afgetaped. Jan, qua potlife. Ik vroeger wel met polyester gewerkt en begon op een gegeven moment te geleren. Dus ik kon redelijk snel merken dat je moest stoppen met die batch. Doet de epoxy hetzelfde? Ja. Zodra je het aanmaakt, dan begint je potlife te werken. Dus dan moet je eigenlijk een beetje voorbereid hebben. Het voordeel van eerst mengen en dan bijvoegen is dat je goed merkt of het goed gemengd is. Het voordeel van het meteen bijmengen is dat die glasbubbels die mengen makkelijker met de dunne epoxy als met de ingedikte epoxy. Dus je hebt dat het wat minder stuift en wat makkelijker werkt. Mocht je niet dit mengwerk willen doen, bijna elke leverancier die verkoopt dit spul ook in kitpatroon. Dan heb je een dubbel kitpatroon, daar zit een mengtuit bij, die schroef je ervoor op. Dat kan je dus niet met een standaard kittuitje doen. En dan kun je het gewoon rechtstreeks aan een kitpistool verwerken. Dus dat heeft, of bij heel veel glijderklusjes heeft dat een voordeel, want dat heeft een redelijk goede shelf life. Het nadeel is dat het relatief duur is. In de vaartuigdoen werkt eigenlijk precies hetzelfde als dat je met plakband aan het werk bent. Als je hem eventjes zo dubbelvouwt, dan blijft hij wat beter openstaan. En dan heb je dat je een beetje schone buitenkant houdt. Dat is ook niet leuk. Nogmaals, als je geen spuitzakken hebt liggen en je hebt wel iets nodig, een ziplock waar je het in doet en naar de hoek toe doet en een klein hoekje aan gaat, dan werkt precies hetzelfde. Ja. Wie wil, pak gewoon rustig spuiten dat er een mooie rand in de hoek komt te liggen. En als je hem eventjes niet gebruikt, maak hem eventjes plat weer uit de
om die potlijn wat langer te maken? Bereid je klus netjes voor, zorg dat het afgetaped is en zorg dat je alle dingen die je nodig hebt netjes naast elkaar hebt liggen, zodat je niet denkt van waar had ik het ook alweer? Ja, dit gaat op onbewerkt hout, hè? Dit. In dit geval is het onbewerkt hout. Normaal zou je hem eventjes ingebreven met epoxy. Met epoxy die techie is. Die moet niet meer echt zacht zijn, want dan hecht je veel tijdens het werk niet meer goed. Wat moet zacht zijn? De epoxy moet niet helemaal vers zijn, nee. Maar die moet al eventjes uitgehaard zijn dat hij techie is, dat hij niet meer ja. Want dan trek je meteen die filter weer af, zodra je hem afstrijdt. Wachten, niet meteen. Een paar uurtjes zit daar tussen. Ja. Als er een droge nacht loopt in elkaar over. Die kleine vezeltjes hebben, dat het zich vast is. Het ziet er heel eetbaar uit. Vooral eventjes voor iedereen die nou bezig is. Ja, dat is wel mooi. Als het vast wil. Het wordt op zo'n breedte aangevoerd. En daarna, als je het hier op een schroef over zou brengen, moet al die spanningslijnen, alle spanning die in het materiaal zit, naar dat ene schroefje toe. Dus rond die schroef is je belasting. De eerste hier doen, de tweede hier en de derde er midden bovenop. Dan heb je al drie lagen die allemaal gesprongen zijn. Voor dat lamineren wil je dus ongeveer die 50-50 hebben. Even één hoekje aandoen en dan trek je ineens als een los vezeltje, trek je de rest weer los. Kijk, hier zie je ziet hier alle vezels liggen en dit is in principe het oppervlak wat je wil hebben, want dit is een mooi droog laminaat. Hier zit niet te veel epoxy in. Het moet niet helemaal dicht vloeien, zeg maar. Nee. Is de lunch een beetje gesmaakt? Jazeker, heerlijk. Lekker, hè? Ja. Nou, we hebben vanmorgen natuurlijk dankzij Jan een heel interactieve workshop gehad over het werken met de epoxy. En nou, daar allerlei vragen over gesteld, dingen van elkaar geleerd. En nu gaan we verder met de workshop van Maarten over 3D printen en alles wat daarmee te maken heeft. Maarten. Ja, dankjewel. Ja, nou, ik ben Maarten, sinds iets langer dan een jaar eigenaar van Grille Griet. Ik vond tekenen leuk, ik ben redelijk technisch geïnteresseerd, zeg maar. Ik heb er geen opleiding in, wat dat betreft. Dus een stukje over interpretatie van een lijnenplan. Dan bouwmethode. Dit is een lijnenplan. Wie herkent deze loper? Het is de loper, hè? Ja. Hoe herken je dat? Waar zie je dat aan? Het kontje, hè? Ja. En dat balansroer. Ja, een mooi vierkant roer. En ja, die lijnen die zitten vrij ver uit elkaar, dus dat is redelijk bol, hè? Zie je dan. Zie je dat? En ook hier zie je weer, span 0, of station 0, gaat door de waterlijn. Als je dan hier kijkt, dan snijdt hij ook precies daar, komt hij samen met nummer 10. Nou, je ziet hier dat de ontwerper het door heeft getekend tot er zo'n kano komt. Ja. En dat hij later gewoon gezegd heeft, nou daar kap ik hem af, daar maak ik de spiegel. Ja, dat moet een Frans Maaskontje hebben, ja. Ja. Nou, hier zie je verder nog de as van het roer ingetekend. Ja, dat heeft heel erg te maken. Ja. Ook. Heeft dat ook te maken met gewichtsverdeling? Ja. Dat punt, ja, dus dat is ook noodzakelijk om te weten waar op het dekje je de mast gaat plaatsen. Ja. Ja. Dan kun je met je vinger eronder kun je bepalen wat het drukkingspunt is van die romp in het water. En wat je daar verder mee moet, weet ik eigenlijk niet, want dat is niet een draaipunt of zo, hè? Nee, de ligging van het drukkingspunt dat bepaalt in vrij grote mate de weerstand, de golfweerstand van het schip. Dus hoeveel weerstand het schip ontvindt van zijn eigen boeg en hekgolf. En die wil je ongeveer 3,5% achter het midden van de waterlijn hebben. Dus dat is dan wel achter het grootspanser in jouw geval. Okay. Dit gaat wel echt te ver, hè? Oké, okay, maar je ziet hier ook een soort... je kunt al die waterlijnplakjes kun je uitzagen. Kun je op elkaar plakken. Oh ja. Dan krijg je de vorm al. En dan moet je nog heel veel schuren en plamuren en mooi glad maken. En dan met... Dan heb je een massief iets, dat gewoon helemaal vol is met hout of wat dan ook. Het massieve showmodel, je hebt dan ook zo'n half modelletje wat jullie aan het maken zijn. Dat is oorspronkelijk hoe ze schepen ontwierpen. Ja, ze pakten een blok hout en daar gingen ze de vorm aan geven die zij het schip wilden hebben. En dan gingen ze die emotjes hakken en daar haalden ze de spanvorm uit. Ja, precies omgekeerd. Ja, dus dan je modelleerde hem op het oog.
Wat kan nog meer? Ja, dat heb ik traditioneel genoemd. Dat is meer hoe je lattenbouwboten maakt. Je maakt alle spanten in een stuk hout, multiplex of zo. Die zet je op een raam en dan ga je met mooie latten omheen timmeren. Nu over schaalbaarheid. Hoe klein kun je nou zoiets maken als het moet gaan zeilen, zeg maar? Vergelijking, hè? We gaan hem 1 op 10 maken. Dus dat wordt het model wordt 80 centimeter lang. Nou, rinders 8 meter 20, dat wordt dan inderdaad 82 centimeter. Mijn celoppervlak, dat is een oppervlak. Dat gaat dus met een factor 10 keer 10 naar beneden. Dus dat wordt geen 3,5 vierkante meter, maar 35 vierkante decimeter. Massa's, die echte boot weegt 3,5 ton. Massa's gaan 10 keer 10 keer 10 naar beneden. Dat is een factor 1000. Dus een 80 centimeter model van een grinde mag 3,6 kilo wegen totaal, anders komt hij te diep te liggen. Een rompsnelheid, dat is iets met een wortel. Dus dat gaat met een wortel 10 naar beneden, dus ongeveer 3 komma zoveel. 4,5 keer de wortel uitlengte. Dus stel dat een echte grinde een rompsnelheid heeft van 6,5, dan gaat het model nog steeds 2 knopen. Dat vind ik helemaal niet zo beroerd. Dus niet 10 keer zo langzaam in ieder geval. Dat die verhoudingen, die schalen helemaal niet mooi, hè? Want je wil straks een model hebben. Dit is al veel te zwaar, dit weegt een kilo of 5. We hebben net helemaal gezien hoe mooi zo'n lijnenplan is en wat je daar allemaal uit kunt halen. Maar van de grinde heb ik alleen maar dit. Ja, mooi hè? Ja, het is wel heel mooi. Het is ook volgens mij een soort schaaltekening geweest. Ik zie iets in meters en in voet. Ik denk dat dit vooral ook die schaallijntjes is, zodat klanten een beetje kunnen zien hoe groot het is. Dit zit een beetje tussen lijnenplan en een gevoel ervoor krijgen. Het is meer een artist impression eigenlijk dit. Ja. Nou, dit heet Autodesk Fusion. Dat is als je het als bedrijf koopt, een heel duur pakket. Maar voor hobbyisten en start-ups is het gratis. Dus hoe dit pakket werkt, is dat je in één zo'n vlak ga je een tekening maken. Gewoon een lijntekening. Teken je op schaal of teken je 1 op 1? Ik teken gewoon 1 op 1. Ja. Makkelijkst. Nee, dat dacht ik ook. Met printen ga je pas schalen, zeg maar. Ja. Autodesk kent een trucje dat je die tekeningen hier gewoon in kunt projecteren. Oh. Kijk, en als we nou van boven kijken. Nou, dan zie je meteen die deck layout zie je terugkomen. Kijken we vanaf deze kant, zie je deze lijn terugkomen. En gaan we naar voren draaien, dan zie je deze twee spanten terugkomen. Kijk, dat schiet op. Dat is nog steeds geen boot, maar het is al wel een goede basis. Want in principe kun je hier ook in projecties tekenen. Nou, wat ik dan vervolgens gedaan heb, dat is... Je kunt dus in zo'n vlak kun je tekenen. Tekenen is eigenlijk in dit geval het overtrekken van die scan die ik ingeladen heb. Kijk, hier zie je dat ik de deklijn heb overgetrokken. Maar dat is in het platte vlak. Als je dit gewoon tekent, is dit het, zeg maar gewoon de tafel. Maar in het echt is het een lijn die ook een zeeg heeft. Nou, als je nu naar die zijkant gaat, dat is het andere aanzicht. Kijk, dan zie je hier dat ik hem ook omhoog heb getrokken. En dan, op dat moment krijg je dus, ja, in 3D krijg je een lijn. Zie je dat? Je kunt het wel een beetje zien zo. Dus ik heb gewoon FDM, dat is eigenlijk de standaard 3D hobby printer. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dus eigenlijk is het is een extrusieproces, het is een nozzle die wordt heet. Kun je hier ook zien, dit is een pen, hiermee kun je 3D tekenen. Brilletjes en dingen kun je hiermee tekenen. Dit stop je daar gewoon in, dat wordt gesmolten. En het wordt er doorheen geperst. En er komt een heel dun gesmolten draadje plastic uit. Nou, dit ding begint dus altijd op de grond, niveau 0. Dan begint hij dus te spugen eigenlijk. En dan gaat hij dus precies jouw modelletje bouwen. Dus je kunt niet zo je model laten bouwen, want een printer kan niet in de lucht printen. Hè? Dit zou naar beneden donderen. En daarom zie je in dit model, wat denk ik jij hebt gemaakt. Ja. Hier zie je nog een zogenaamde supports. Dit zijn tijdelijke ondersteuningen, die worden... Dit model is dus zo opgebouwd, hè? Vanaf zo omhoog. Ja. Dus die supports worden eigenlijk al meegeprint vanaf nul. Eigenlijk alleen maar met het doel om dit puntje van de boeg goed te krijgen. Anders zou dit instorten. Ja, die zwakken is zonder zich hoor. Dan krijg je een beetje dit effect. Spaghetti, zeg maar. Wat hier misgegaan is dat het model losgelaten had, hè, van de plaat. Ja, er zat geen rim aan de onderkant, waardoor hij over de onderplaat heen schoof. En dus de printerkop de boot niet meer kon vinden. Och, ging jij weer. Ja. En, nou ja, hier zie je dan de walvisvorm weer terug, zeg maar. En hier zie je die rups die daar nu aan het rondgaan is. Dat was het. We hebben even een kleine pauze, even wisselen. Kan Anne-Janne even zijn presentatie klaarzetten.
We lopen even beneden langs de trap, gelijk links naar beneden. Er staan drie 3D-printers. Kunnen we even kijken? Kun je even kijken hoe dat eruit ziet en nog wat vragen stellen? We lopen even langs de koffie-thee wat je wilt drinken. Neem het mee naar boven en dan gaan we door met de volgende presentatie. We gaan verder met het laatste onderdeel. Dus na de mooie presentatie van Maarten met de interactie in de groep, hartstikke goed. Gaan we nu door met de presentatie van de groep. Ja, we zijn in mei 2021 zijn wij de eigenaar van de Lancelot. Kaskelots. We willen eigenlijk wat over vertellen, het hele proces wat we hebben meegemaakt sinds we hem gekocht hebben tot ja, eigenlijk het punt waar we nu zijn. De reden van de refit, het balzout, waarom we dat inzetten. Hoe is het begonnen? Ja, 82, mijn ouders hebben de Murk, een glindende Murk gekocht. Het was gewoon echt een puinhoop in die boot, hè? Dat wij daar waren, dat dacht ik, ja. Ja, wij zeiden van, dit wordt hem. Ja, dan heb ik gezegd, het begon een jongensdroom komt uit. Ja, ja. En we hadden dit aanbod, we konden dit doen. Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Ja, dit is, ik zou het zo weer doen. Ja. Aan die boot nu investeren, want nu is het toch, er moet nu toch veel aan gebeuren. Ja. En dat maakte dat we telkens makkelijker op een gegeven moment ook konden besluiten van, nou dat doen we nieuw en dat doen we nieuw. Ja. En op een gegeven moment was de elektricien bezig en toen dacht ik, en nu moet het ook klaar zijn. En nu hebben we gewoon een compleet schip. Dan gaan we lekker varen in de Scandinavië. Prachtig, een Nederlands vlog. Ja, dank jullie wel. Ja. Nou, zoals gezegd, we hoeven hier pas 6 uur uit. Dus als je met je nieuwe kletsen de boel een beetje op wil ruimen zoals we het aangetroffen hebben, dat wij misschien nog even onder wel lekker zijn. Beneden kunnen we nog even met z'n allen kletsen. Dus mensen die denken, goh, ik wil nog wat dingen uitwisselen, blijf gewoon lekker hier. Mensen die zeggen, het is genoeg geweest, het was een mooie dag, ga lekker naar huis. We hebben wat gebrainstormd over komende activiteiten. Zo hebben we weer het jaarlijkse drunevenement van Willem van Engeland met een aantal mensen. Is nog een winterweekend, misschien op de Wadden leuk. Dus het is iets voor ons allemaal. Dus ik zou zeggen, als je er zin in hebt om mee te doen of erbij te zijn, hartstikke welkom. En voor vandaag bedankt voor je aanwezigheid. En voor alle mensen die een bijdrage hebben geleverd, super bedankt. Ja, jij inmiddels bedankt voor het coördineren. Jij ook, Jan. Is, graag gedaan. Hij heeft een hele leuke dag zo. Ja, ik kijk terug op een hele leuke dag met alle grinden, marsvin, kaskelot. En spekhugger-eigenaren, die weten, tot volgend jaar.